Nou, daar is hij dan. Net gehaald. Ik weet niet of je het ziet. Zonnepaneel op het dak. We hebben nog een zonnepaneel extra. Het is wel heel erg spannend rijden geweest. Ik heb hem gereden. Want die versnelling... Man, die zit aan het sturen. Daar ben ik helemaal niet gewend. Dus ik zat steeds in verkeerde versnellingen. Nou, hij is echt geweldig. We hebben een nieuwe voorruit erin. Want er zat een barst in de oude. En nieuwe remmen. Flinke lampen erop. Die vind ik ook zo geweldig. Hij is van 89. En dat is ook wel te zien aan de, aan de mode. Maar we hebben nieuwe stoffen gekocht. Oh man. Geweldig dit. Ik vraag me hoe het allemaal werkt nog. Daar heb ik nog geen idee van. Hoe vind je dat dan? Een koertje. Even kijken. Nou, stopcontactjes. Nou, we hebben gas. We hebben... hoe heet het? Elektriciteit, 220. En we hebben... Maakt toch wel aardig wat voertuigen op mijn naam staan. Hij is wel heel erg gaaf. Hij is 6 meter lang. Dat is dan een lel van een ding. Het enige wat niet lukte was het uitklappen van de luifel. Op de een of andere manier lukte dat niet. Nou, daar hebben we nog wel. Daar gaan we de tijd voor nemen. We kregen hem maar niet mee, want die gasten wilden per se eerst dat alles werkte. Ze hebben lopen stoeien met de elektrische pomp van doortrek van het toilet. Wat eerst niet lukte, dus er zit een nieuwe pomp in. En ze hebben ze meer dingen vervangen. Ik krijg hem niet eens op beeld, zo groot is die. Maar we zijn dus happy. We are happy. Geer? Kom maar, Indy. Mag je er ook naar binnen? Nou, je pakt gelijk de goeie. Hoe zullen we hem gaan noemen? Lizzie? Of Daisy? Indy, kom eens hier. Nee, het is toch geen hagedis? De matje gaat er toch harder. Hop. Hop. Ja, kom maar. Kom maar, Indy. Kom maar, hop, naar binnen. Kom maar, kom. Goed zo. Er zit geen hoor in, hè? Lekker oudbollig, hè? Het is, nou ja, jaren 80, hè? Ja, hoepie. Maar dan kunnen we allemaal spuiten. Ja, dan gaan we spuiten. En we hebben stoffies gekocht. We gaan het schilderen. Het wordt een hele witte kar. Stoot jij je hoofd? Ja. Ja, met je schoen aan. Nou ja, zonder schoenen stoot ik mijn hoofd ook wel hoor. Ja, want hij doet net even meer buik. Maar ja, het is ook niet veel gemaakt. Het is ook niet zijn kar, het is onze kar. Maar we hebben dus drie systemen. Er zit al een zonnepaneel op dak, dat wisten we niet. Oké. Okay. En die van ons gaat erbij. En dan hebben we butagas, butaanpropaan. Het is hier een heerlijke LH. En... En we hebben dus, we kunnen rijden op een extra batterij die door de machine wordt opgeladen. Badkamertje. Douche. Toilet. Wij. Wij hebben een camper. Nou ja, camper. Het is echt een old-fashioned mobiel. Over 2 jaar is het een classic, hoeven geen wegenbelasting meer te betalen. Kijk. Ik zit een recordertje. Maar wel een goede radio. Niet heel hoe. Is die vooruit nieuw? Het ziet er niet schoon meer uit. Nee, dit is, hoe heet dat ding van Star Trek ook alweer? Die, de Battleship Galactica, nou heet dat ding? Zo. Je kent dat hier. Gooi alles eerst maar door elkaar, maar anders niet erg. Hoe heet die dan ook alweer? Enterprise? De Enterprise, hier. Dat is echt van die ouderwetse knoppen allemaal nog.
Enterprise. Yeah. Nou, we hebben nog wat te doen hier. Happy? Gaan we doen, hè? Are you happy? Ja, gaaf. Ja. En ik stoot mijn hoofd niet aan het dak. Nou, ik ben niet zo groot. Ik heb ook nog de ruimte. Kijk. Hey, we hebben van die veerstralers, hè? Tjonge, jonge, jonge. Nou, nog van die oude country muziek erin. Home away from home. I'm a lone, lone cowboy. Kijk dan. Die zit braaf, hè? Een hond ook. Die zit mooi. Oh, die is mooi, hè, Indy? Ja. Die is zo mooi, hè? Ja. Gaat die nou weer doen? Nou, die doet het dus ook. Tjonge, jonge, jonge. Ja, niet te geloven. Het is wat Steve zegt, hij is helemaal compleet. Of wat jij zei. Wat is dat koord wat daar om die om het rek heen zit? Ja, dat is gewoon een touw en ik denk dat ze iets van een iets opgehaald hebben. Ja, dat zou kunnen. Een spanband ja, of zo. Dat zit je vast, hè, sukkel. Wat? Als je gaat lopen breien. Kerels kunnen niet breien, dat is duidelijk. Hij heeft er wel een dansje van gemaakt. Ja, kom maar lieverd. Ja, fuck. Spreek tegen mijn buik aan. Ja, je krijgt goede buikspieren van zo'n hond. Hè? Gek beest. Gek beest. Zullen jullie wel even aan de auto vastmaken? Kijk dan, wat die gasten hebben gedaan. Kom eens hier, jij. Kom. Er zit siliconen gespoten hier. Maar het zit gewoon een afvoertje. Jij zet er geen afvoer op. Nee, misschien. Het ziet eruit dat hij er wel zit, ja. Maar wat zit hier onder dan? Oh, dat is die laag. Vast zit, kijk dan. Nee, bovenspiegels. Ja. Hier een spiegel en binnen zit twee grote spiegels. Nou, hij heeft daar een gat geboord. Ja, het zal wel doorheen gegaan zijn. Even goed die badkamer bekijken. Even kijken. Die zal ik wel vervangen. Dat zal voor de douchegordijn zijn. Zo. Die hangt waarschijnlijk zo vast met iets. Of iets dergelijks.
Nou, als je zit te poepen, heb je in ieder geval uitzicht. Dat is ook wel mooi. Even zitten op de... Heel voorzichtig op de pot gaan zitten. Dan... Maar je ziet jezelf in ieder geval behoorlijk zitten. Aan alle kanten. Hele geweldige kastjes. Met stopcontactjes. Hier is nog een kastje. We hebben hier meer ruimte dan in de rest van het geval. Daar nog meer kastjes met een spiegel. Oké. Badkamer. Nou, dat is toch... Dat is wel een flinke badkamer. Ik vind het niet slecht. En ja, tot op bed gelegen, hè? Ja. Dat is eventjes liggen. Weer gaan liggen? Even gaan liggen. Wel alles uit, hè? Hallo. Dat vandaan? Geen idee, lag op het bed. Dat kwam uit de koel. Uit de koelkast. Even. Het ligt wel lekker trouwens. Van dit, is niet slecht. Nee, het ligt scheef. Maar ja, het zijn wel gewend. In tenten en zo. Voor mij lig je recht dan in een tent. Dat is trouwens geen slecht matras ook. Nee, het is een stevig matras. Ja, maar niet al te hard. En als we zo liggen, dan gaat die lukken. Kom een stukje tekort. Gaat niet lukken. Nee. Wat dat is. God naar het dak. Dat is een luchting. Wat is dat ding daar? Dit? Geen idee. De stekker ligt hierin namelijk. Een babyding of zo. Kom maar nog zien. Hij zegt alleen dat hij een adapter is. Ja, dat ding wel. Dat heb ik ook gezien. Yes. Oh. Weet je wat ik denk dat het is? Een koolmonoxide meter. Ja. Daar wilde ik er een beetje nog. Ah. Hij gaat er toch af. Oké, de kussens zijn eruit. En hier zit een paneeltje. Hier een langer paneeltje. De hoofdpaneel. De zijkantjes. Dat zijkantje. En hier hebben we ook 1, 2, 3 stofpaneeltjes. Volgens mij heb ik alle stof eruit, de kussens eruit, de wandjes waar dus de met stof bekleed waren heb ik eruit. Dus de gordijntjes zijn weg. Kijk, alles weg. Dus dat is al kaal. En er komen dus allemaal nieuwe gordijntjes, nieuwe kussens. En nieuwe wandjes waar ook stof op zit in een mooie kleur. Yes, ik heb alle lampjes eraf. Kijk, hier hangt wat draden. En daar hangt wat draden. En daar hebben we een spotje gezeten. Daar heeft een spotje gezeten. Tot daar het teelbalkje trouwens. Hier hebben we een teelbalkje gezeten bij de keuken. Hier een spotje. Daar een spotje en een teelbalkje. Nu gaan de teelbalkjes komen waarschijnlijk niet meer terug, behalve dan boven het aardblad, zeg maar. En de spotjes komen wel terug, maar die gaan wel een mooi kleurtje geven. Nou, ik ga nu de wasbak eruit halen en de gasstel, want die gaan we ook een leuk kleurtje geven. Hé, Indy? Ja, hè? Zo. Yep. Oké, ja, ik ben een beetje ingezoomd. Even uitzoomen. Nee, andere kant op. Kijk. Ja, gas al eruit. Het grootsteentje is eruit.
En dan kan je hier dus zien de afvoer. Er lopen warm waterslang. Er loopt ook iets van elektriciteit. Dat zal wel een pompje zijn. Moeten we even aankijken. En hier een heleboel stof. En de gasleidingen. Even kijken hoor. Kom je aan een tijdschrift tegen? Kom je een tijdschrift tegen? Ja. Waar lag dat dan? Een stripboekje. Oh boy. Modesty Blaze. Nou, wat te lezen. Nou, ik heb rollersverf. Ontvetter meegenomen. We gaan de lampjes gaan we ermee verder spuiten. Gewoon. Ja. Oh jee, weet je dadelijk nog goed werkt? Ja, maar. Oh, dat is kapot. Moet je voorzichtig mee zijn. En die gaan we wit spuiten met witwaarverf, noem je dat? Wasmachine, elementenverf. Hopelijk blijft dat zitten. Nee, ik plak ze wel af van mijn scheer. Ja, moet wel. Ja, hij is gestript, de hele wagen. In ieder geval van alle stof die we eraf kunnen halen. Het plafond gaan we ook witten. Dit zit vast. Dus dat moet ik eromheen nieten ofzo. We gaan kijken of we hier hoezen voor kunnen vinden. Want we moeten af van die vreselijke stof. Ja, karweitjes. Allemaal karweitjes. Zit het nou goed weer? Nou, met in ieder geval een nieuwe ring hebben we hiervoor. Okay. Maar ik had al wel zo'n drie. Maar wat houdt die ring tegen dan? Gas. Houdt die gas tegen? Ja. Oké. Okay. Dan staat hier ook lekker. En dan krijg je hier een vlammetje, plaats hier een vlammetje. Maar die waren al droog, dus die ringen. Dus het is gewoon handig om ze alle drie te vervangen. Ja. Oké. Okay. Right. Kun je het allemaal afvlakken? Ja, ik vind het niet af. Ja, dat is prima, joh. Dus, ik ga wel kijken. Ik ga het eerst even schoonmaken. Dus die kan je schoonmaken? Nou, die zal ik ook even doen. De man even op de picknicktafel boven leggen. Deze wil ik even met een staalborsteltje, of een staalwol doen. Ja. Dan maak ik allemaal wel schoon. Gooi me naar boven. Even de power tools pakken. De power tools. Die van een viezigheidje. En de lak. Laag. Het spuit geweldig hard, dus ik moest heel erg uitkijken, anders kreeg je druipers. Die al een beetje gebeurd. Maar dit is hele harde witte verf. Dus nu is het laten drogen. Ik heb ontvetter meegenomen. Dat werkt als een trein, dat spul. Dus we hebben dadelijk een mooie witte bak en een mooi wit gasfornuisje. Als we daar ooit nog deze rubbers voor kunnen krijgen. Want die zijn volkomen verdroogd en kapot. Klopt, maar goed. Dan kunnen we de branders ook eens even goed schoonmaken. Kan ook geen kwaad. Kijk dan. Het is allemaal lekker oud. Maar dat heeft niet.
In ieder geval hebben we deze ook alvast. Kan geen kwaad. De tweede laag zit erop. Zo, de derde doen. Geworden. Wat een soort hamerslag is geworden, heel raar. Deze niet, deze is glad, redelijk glad. Deze niet. Het is een, ik denk dat er nog een coating overheen moet. Hier zit ik weer in ieder geval laag op. Je ziet er toch nog wel een beetje doorheen. Radiatorverf. Koelkastverf. Ik weet niet wat ik ervan denken moet. Het is geen lekkere kwaliteit in ieder geval. Dan even door naar de wagen. Ik ben begonnen met het ontvetten en schuren van de kastjes. En ik heb een paar proefpaneeltjes geverfd. Hier bijvoorbeeld een stukje. Nou, het ziet eruit dat het houdt. Het is verf op waterbasis. Dus het is even... wennen. En hier ook een proefpaneeltje. Oh. Hoop werk, maar dat doe ik maar één keer en dan hoop je klaar te zijn uiteraard. Nou, het bed is de bodem is netjes. We hebben hier aardig wat ruimte. Het is alleen handig, niet handig dat hier dat gekke ding in het midden staat. Dus misschien moeten we dat veranderen. Want... je kan er geen fiets in kwijt, zoals we het zouden willen. Ja, dan moet het een beetje op gaan ruimen, want het gaat regenen 2 dagen, zeggen ze. Dus, kijk maar, gekke lucht komt eraan. Het is wel heel warm. Ik loop aan mijn t-shirt. 5 april. Ja, we hebben er weer een projectje bij.